Van harte welkom, een nieuwe aflevering van het Koetshuis. En we praten met Marcel Melissen, de wethouder financiën van de gemeente Tiel. Marcel, van harte welkom. We praten in deze aflevering over de bezuinigingen die Tiel treft en gaat treffen. Ja. Waar heeft dat mee te maken, die bezuinigingen? De reden waarom we gaan bezuinigen, bedoel je? Ja. Nou ja, we hebben natuurlijk als Tiel een groot probleem als het gaat over het sociaal domein, de jeugdzorg, de WMO. Dat kost ons heel veel geld. En we krijgen eigenlijk te weinig van het Rijk. En daardoor ontstaat er een tekort. En dat tekort is 2,5 miljoen ongeveer. En dat is niet eenmalig, nee, maar dat is elk jaar. Elk jaar 2,5 miljoen tekort op de begroting van de gemeente Tiel zoals die nu is. Exact. Hoe groot is die totale begroting? Die is 122 miljoen. Dan zou er toch dat geld gevonden moeten worden op een makkelijke manier, maar dat is dus niet zo. Nee, zeker niet. Kijk, je hebt sowieso een deel van het geld waar je niet op kan bezuinigen. Dat is dat geld wat je van het Rijk krijgt en wat je eigenlijk weer moet uitgeven. Ja, dat is misschien de helft of zo. Ja, misschien de helft. En je hebt natuurlijk ook, laat me zeggen, de organisatiekosten, wat ik dan maar noem. We hebben natuurlijk in de afgelopen jaren al behoorlijk veel bezuinigd. Hè? Dat was al een bedrag van rond de 14 miljoen, hè? Ja, dat klopt. Wat we hebben bezuinigd. Dat ligt zich tussen de 12 en 14 miljoen structureel. Dus we hebben al heel veel eraf gehaald. En ik heb al eens gezegd, we zitten niet meer op het beenmerg te peuren, maar we zitten in het beenmerg. Mm-hmm. Dus we zitten nog dieper dan diep. En we willen ook echt niet bijvoorbeeld bezuinigen op de organisatie. Er is al zoveel op bezuinigd, terwijl we die organisatie keihard nodig hebben om alle plannen die je wil doen en om alle dingen die moeten worden uitgevoerd ook goed te kunnen uitvoeren. Dus je kunt niet alles zomaar weghalen. Met de organisatie bedoel je gewoon de personeelsleden, de ambtenaren, ja, bijvoorbeeld? Ja, exact. Ja. Laten we de lijstjes doornemen. Waar ben je trots op en waar ben je niet trots op? Nou, ik ben eigenlijk op dit punt helemaal nergens trots op. Het is namelijk helemaal niet leuk. Het is niet leuk om te bezuinigen. Het is niet leuk om maatregelen te gaan treffen als gemeente die mensen pijn doen. Het is dus niet leuk om belastingen te verhogen. Het is niet leuk om subsidies weg te halen. Maar het kan wel eens zo zijn dat er geld gevonden kan worden. Omdat je zegt, nou ja, dat had eigenlijk al veel eerder, dat is wat mij altijd verbaast, beter gestructureerd kunnen worden. En dat dat dan een bezuiniging oplevert. In die zin bedoel ik, daar ben ik best wel trots op. Dat kost eigenlijk, dat levert wel veel geld op. Maar we hadden dat eerder kunnen doen. Er zitten een aantal dingen bij die misschien onder die categorie dus vallen. Dus efficiënter werken. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Dat zullen we straks ook bij het sociale domein gaan doen. Mm-hmm. Dan gaan we echt door een andere manier van werken gaan we geld besparen. Mag je hopen? Dat moet nog maar blijken. Hè? Daar heb ik wel vertrouwen in. En waar komt dat vertrouwen vandaan? Dat vertrouwen is omdat we vanaf 2015 bezig zijn. Toen was het nieuw. Ja. Het is heel ingewikkeld om zo'n organisatie in te richten. En nu leren we. Als je achteraf terugkijkt, hè, de toenmalige wethouder in Tries, die zei nou, we kiezen voor een zachte landing. Dat betekent dus van nou, we laten alles in stand zoals het is. En dan gaan we daarna kijken wat we precies kunnen doen. Ja. Dus dat de mensen het niet meteen merken. Dat klopt. Ja. Nu zijn we 4 jaar verder. En de ellende is niet te overzien. Dat heeft niks met Henk Driessen te maken. Maar wel met het systeem zoals gebleken is, zoals gegaan is. Ja, goed. Ik heb er wel eens vaak aan deze tafel gezegd. Zolang je te weinig geld krijgt voor de problemen die er echt zijn. Mm-hmm. Blijft het natuurlijk ingewikkeld. Hè? Dan kun je nog alles nog wat veranderen. Maar die problemen blijven dan wel even groot als het gaat om de zorg die de mensen nodig hebben. Ja. Daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om. Er speelt landelijk ook van alles en nog wat. Ja, hè? Ja. Eigenlijk gaat het een beetje hard tegen hard. De VNG, dat is de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Dus alle gemeentes in Nederland bij elkaar hebben nu ook een brandbrief aan het kabinet gestuurd. Van nou, let op, we kunnen het niet. En we kunnen het zeker ook niet uitvoeren. Dus Rijk, we geven het hele verhaal rondom WMO en de gezondheidszorg weer terug aan het Rijk. Ja, kan dat? Zou dat kunnen trouwens? Ja, dat kan natuurlijk in theorie altijd. Mm-hmm. We hebben het ook gekregen. Iets wat je krijgt kun je ook weer teruggeven. Ja. Dus dat kan. Jij hebt jezelf daar ook hard voor gemaakt. Hè? In het NRC is onlangs een stuk gepubliceerd waar een aantal wethouders aangehaald werden. Jij was er een van. Dat klopt, ja. Kijk, ik heb daar vol overtuiging mijn handtekening onder gezet. Om de volgende reden, dat waar we nu eigenlijk over aan het praten zijn. Wij moeten dus forse ingrepen doen in de Tielse samenleving. Ja, dus allemaal dingen bezuinigen die eigenlijk uiteindelijk niks met zorg te maken hebben. Maar het komt omdat we een structureel tekort hebben op het sociaal domein. En dat voelt niet goed. Maar je moet het wel doen, want we zijn gehouden om een sluitende begroting neer te leggen. Nou, je ziet dat dat best heel ingewikkeld is. Uh-huh. En wat in die brief staat is van, beste regering, wij waren 276 wethouders, dus van zoveel gemeentes. Zeg, wij kunnen dit gewoon niet volhouden.
Wij moeten dus bezuinigen op groen, op wegen, op allerlei dingen, op sportvoorzieningen, om sociaal domein, jeugdzorg, WMO te kunnen betalen. Dat is een balans wat gek is. Want de gemeente is er juist voor om te zorgen dat het groen op orde is, dat de wegen op orde zijn, dat je niet valt over stoeptegels. Daar is een gemeente voor. Dan mogen de mensen ook van de gemeente verwachten. Ja. Dus dat wringt. Die signalen zijn natuurlijk al lang en breed in Den Haag binnengekomen. Er is wat geld bijgedaan, getouwtrek. Dat is een structureel tekort van bijna 500 miljoen. En het Rijk wil nu iets van 350.000 miljoen daarbij geven. Nog steeds is daar dus een tekort. Wat gaat er gebeuren? Doe eens een voorspelling. Ik ben zeer benieuwd wat er gaat gebeuren. Kijk, op dit moment is de VNG aan het praten met de regering over hoe gaat het met het geld. Wij willen dit en de regering wil dat. Ja. Het belangrijkste negatieve signaal wat ik heb gelezen was een binnenlands bestuur waarin stond, de afgelopen dagen was dat, stond in het geld wat we gaan geven aan de gemeentes. Dat is eigenlijk niet bedoeld om het tekort op het sociaal domein weg te werken. Maar dat is vooral bedoeld om ze beter en efficiënter te laten werken als het gaat over die zorgprocessen. Maar is het nou zo dat... Dus mijn voorspelling is dat we heel erg blij mogen zijn als we geld krijgen. Ja. En dan hoop ik dat het een bedrag is waar we ook structureel iets aan hebben. Uh-huh. Maar ik heb er zorgen over. Ik heb het gevoel dat er eigenlijk een soort labmiddelen zijn. Waar we misschien voor 1, 2, 3, 4 jaar wat krijgen. Uh-huh. En dat we daarna weer terug naar afgaan. En wat ik echt zou willen, dat er gewoon goed gekeken wordt naar de verdeling van de budgetten. Welke gemeentes hebben dat nou nodig? Ja. En welke hebben dan minder nodig? En verdeel dat gewoon opnieuw. Maar zo moeilijk is dat toch niet, of niet? Die oplossing die je nou geeft. Waarom duurt het zo lang voordat men dat in Den Haag begrijpt? Ik weet niet waarom dat zo lang duurt. Ik denk dat men blijft hopen dat de oorspronkelijke gedachte, als we de zorg dicht bij de mensen brengen en de mensen zelf meer hun eigen verantwoordelijkheid gaan nemen, dat daarmee de zorgkosten zullen dalen. Hmm. Dat is natuurlijk oorspronkelijke gedachte geweest. En daar is ook vervolgens die hele bezuiniging overheen gegaan, want dat mogen we ook niet vergeten. We hebben meteen minder geld gekregen. Nou, in de praktijk heb je twee dingen gezien. De volumes, dus het aantal mensen wat zorg afneemt, is groter geworden. Ja. Want we zitten tenslotte dichter bij de mensen. En ten tweede zie je dat de tarieven van de zorgaanbieders duurder is geworden. Ja, dat zijn twee elementen die lastig stuurbaar zijn. Wethouder Kreuk heeft uitgelegd hoe Tiel dat gaat aanpakken. Kun je dat in kort nog even uitleggen? Het heeft te maken met eerste lijns, tweede lijns, ja. Misschien een beetje wolk van, maar gewoon in Jip-Janneke-taal zullen we maar zeggen. Nou ja, of dit soort dingen nog in Jip-Janneke-taal uitgelegd kunnen worden, weet ik niet, maar ik ga het dan maar proberen. Mm-hmm. Je hebt wat we dan noemen de eerste lijn zorg. Wat is eerste lijn zorg? En tweede lijn zorg. De eerste lijn is de zorg die niet, dat noem ik dan maar de goedkopere zorg. Laat ik het dan maar zo zeggen. Ja. Die kost wat minder geld. Mm-hmm. En de dure zorg zijn echt die hele dure voorzieningen. En duur is dan bijvoorbeeld? Nou, dat is bijvoorbeeld pro persona of de karakter. Dat zijn mensen met zware psychische problemen of kinderen met heel ingewikkelde problemen. Ja, eerste lijn is een lagere drempel. Precies, en dat kan ook zijn gedwongen zorg. Dan omdat dat ze iedere keer worden doorverwezen. Mm-hmm. Hoe dan ook, het is vaak is dat zorg wat heel veel geld kost. Ja. En wat je zou willen is dat je heel sterk stuurt op moet die persoon wel naar die dure zorg toe. Ja, nu gebeurt dat automatisch. Ja, te snel eigenlijk. En is het nu zo dat bijvoorbeeld, dat proces loopt allemaal, ja. Daar is de gemeente helemaal niet bij betrokken. Nee, maar ik moet even voor de Jip en Janneke nog even uitleggen, dus dat het dus heel belangrijk is om die dure zorg, dus mensen die aan de dure zorg gaan, dat je die eigenlijk zoveel mogelijk in die goedkopere zorg wil hebben. Ja. En dat is over het algemeen, hoeft dat ook niet slechter te zijn voor de mensen, want soms zitten ze in trajecten en je afvraagt waarom zitten ze eigenlijk zo lang in. Ja, ja, ja. Maar even weer terug. Ja. Nu is het dus zo dat de gemeente daar totaal geen invloed op heeft. Eigenlijk ook geen partij in is. Alleen maar, er komt de rekening binnen en die moet betaald worden. Nou, is dat te kort door de bocht? Dat is te kort door de bocht. Want okay. We hebben natuurlijk wel zelf ook toegang geregeld met wijkteams, de jeugdteams. Huisartsen die kunnen indiceren. En die indiceren dus vaak ook naar die dure zorg. Maar daar hebben we nu afspraken mee met een praktijkondersteuner huisartsen. Die persoon die helpt de huisartsen met indiceren. Ja. Want één ding wil natuurlijk niemand. Je wil niet dat een kind verkeerde zorg krijgt. Nee. Het moet wel vooral passend zijn. Precies. Maar je hoeft ook geen
een kind te belasten met een overmatige zorg, waarvan je achteraf denkt van was het niet een beetje te veel. Ja. Dus dat is even de kunst. Dus daar ben je mee bezig en dat proces, we hebben nou de eerste ervaringen, die zien er wel positief uit. Ja, waar ik bijvoorbeeld vanzelf van schrok was dat er soms een beetje 300 zorgaanbieders zijn in Tiel. Ja. Als je dan kijkt naar een plaats als Rotterdam, dat zijn er 60. Nou ja, dat is een ingewikkelde ding. Tiel, gemeente Tiel, wil graag minder aanbieders. Mm-hmm. Want hoe minder aanbieders, is het in ieder geval meer controleerbaar. Ja, meer betere afspraken, betere sturing. Mm-hmm. Maar we kopen regionaal in. En daar zie je natuurlijk dat bij de andere gemeentes bijvoorbeeld wel de behoefte bestaat aan veel aanbieders. En daardoor krijg je een pakket van aanbieders. En wat we natuurlijk als Tiel zouden willen, is meer regie op dat punt. Ja, dan kom je weer uit op regionaal. Hè. Er zijn heel veel regionale verbanden. Laten we het met elkaar doen, dat is goedkoper. Maar vervolgens verlies je als Tiel zijnde, maar ook voor andere plaatsen geldt dat natuurlijk precies hetzelfde, invloed. Ja. En je ziet dat bij een AVRI, werkzaak. Dit is weer zo'n voorbeeld. Klopt dat systeem wel? Ja, dat je als regionale, als regio, dus regio Rivierenland, van alles samen doet, prima. Maar elke plaats vraagt om een specifieke aanpak. Dat klopt. Kijk, samenwerken kan heel succesvol zijn. Mm-hmm. Ik bedoel, we hebben ook succesvolle regelingen. Hè. Dat noem ik de BSR bijvoorbeeld. Hè. Belasting Samenwerking Rivierenland. Ja. Raar, regionale GIF doet het goed. De ODR, dat is de Omgevingsdienst en dergelijke, doet het ook goed. Daar heb je dan niet zoveel problemen mee. Over het algemeen lopen die dingen wel. Mm-hmm. Waar het om gaat is bij de zorg. Op het moment dat één deel minder aanbieders wil hebben en een ander deel wil meer aanbieders hebben, ja, dan kom je natuurlijk uit op een soort compromismodel. Ergens moet je dan met elkaar een besluit nemen. Als de meerderheid dan zegt van het aantal gemeentes, doe maar de brede pakket, dan sta je als Tiel achter. Ja. Dus dat betekent dat je, en dat is ook wat ook in ons coalitieakkoord staat trouwens, we moeten echt heel goed nadenken of wij met onze omvang van de problemen, en ook als je kijkt naar het geld, en je weet dat als je naar minder aanbieders zou gaan, dat je daar echt substantieel op zou kunnen bezuinigen en veel betere sturing kan hebben op die zorgaanbieders, ja, of je dan niet echt zelf weer die regie moet gaan nemen. Ja. Nou, die regie nemen, dat gaat hij ook doen als het gaat om werkzaak. En wat speelt daar nou? Ja, werkzaak is ook een ingewikkelde kwestie. Wat doet die club? Ja, die zorgt ervoor dat mensen aan het werk komen. Mm-hmm. Dan wel dat ze van werk worden voorzien. Was dat Lander? Misschien kent men dat toen dan nog wel. Sociale werkplaats. Maar ze zorgt ook voor dat mensen weer aan het werk gaan. Hè? Dus ze hebben verschillende niveaus. Dus dat doen ze. En dat doen ze voor een aantal gemeentes. En onder andere één is Tiel. Ja. En wat Tiel is de grootste deelnemer eigenlijk, ja, hè? Qua omvang. Klopt, ja. Maar Tiel levert ook het meeste geld. Wij leveren het meeste geld, ja. Wij betalen 55%. Waarom is dat? Omdat wij hier, we zijn nou eenmaal de grootste leverancier van de mensen die weer werkloos zijn. Mm-hmm. En dat heeft ook te maken met de stad, dat is altijd zo geweest. Ja. Ja, dus daar ontkom je ook verder niet aan. Hè? Maar goed, Tiel gaat onderzoeken of men uit werkzaak kan stappen. Ja. Wat betekent dat dan concreet voor mensen die werken zoeken of daarin ondersteund moeten worden? Dat stopt? Nee, kijk, dat niet. Tiel heeft het natuurlijk altijd zelf gedaan. Ja. Toen zijn we het samen gaan doen. En nu zien we als je kijkt naar de financiën, zien we dus nu een nieuw probleem opdoemen. Mm-hmm. We hebben bijvoorbeeld het pakket wat er is, dat is sluitend. En dan komt de kwestie van de werkzaak eraan. En dat betekent voor Tiel dat we dan een structurele tekort krijgen van 2,5 miljoen. Dat is een hoop geld. Ja, maar werkzaak is al opgetuigd om het goedkoper te kunnen doen en beter te organiseren. In theorie is dat zo. En in de praktijk? Nou ja, met dit soort bedragen ervaar je dat als Tiel natuurlijk niet zo. Nee. En bovendien is het zo, maar dat is helemaal ingewikkeld. Dat kan ik ook niet in Jip en Janneke taal uitleggen. Maar het heeft te maken met inleenvergoedingen. Dat betekent dat er op een of andere manier dat we geld moeten uitkeren, zeg maar. En ook daar is sprake van wat ik dan maar noem, een meningsverschil. Wij vinden dat op het systeem A moet worden gedaan. En anderen vinden dat op systeem B. En omdat wij niet ons systeem krijgen, hebben wij een structureel nadeel van een paar ton. En andere gemeenten dan voordeel, niet ofzo? Voordeel. De meeste hebben voordeel, ja. Wij vinden dat dus geen eerlijke verdeling. Nee, zou je dan kunnen concluderen dat zeg maar Tiel andere plaatsen subsidieert? Of is dat ook weer te kort door de bocht? Ja, het is altijd heel onverstandig om dat soort uitspraken te doen. Ja, maar doe hem eens. Journalisten kunnen beter dat soort uitspraken doen. Nou, dat is dan mijn conclusie. Ja. Maar waar het om gaat is dat we wel echt vinden,
zoals nu de dingen worden verdeeld qua kosten, dat niet eerlijk is. Zo voelt dat echt. Okay. Dat is ook de reden dat we zeggen, oké, dat is een probleem. Het tweede probleem is dat ze de bedrijfsvoeringskosten met 1,3 miljoen euro gaan verhogen. Dat is 50% van dat hele bedrag. En waarbij we niet echt grip krijgen achter de vraag, ja, waarom is dat zo? Het argument wat wordt neergelegd is, een aantal jaren zijn ze vergeten inflatiecorrectie op die kosten door te voeren. Ja, maar als je daar dat afpelt, dan kan je nooit tot 50% komen. Nee. Dus ook dat voelt niet lekker. Andere zaken die van belang zijn, want ik kan me voorstellen dat je opgelucht bent. De provincie hing als een soort van zwaard van Damocles boven Tiel. In de zin van, jongens, ga het regelen met elkaar. Zowel natuurlijk het college, maar ook die volledige raad. Ja, ja. Die begroting is op papier nu duidelijk. Ja. Is men daarmee akkoord? De provincie heeft met de stukken die we nu hebben gekregen, daar even los van het werkzaakverhaal, want dat kwam natuurlijk overheen waaien, zeg ik dan maar. Wat we hadden neergelegd, daar was de provincie tevreden over. We hebben ook zelfs complimenten voor gekregen. Want als ze daar niet tevreden over zouden zijn, dan gaat eigenlijk gewoon de deur op slot in Tiel. Dan gaat de provincie natuurlijk strakker aan die schroef draaien. Maar wat zou dat dan betekenen? Dat je niks meer kunt doen zelf als raad en als gemeente zijnde? Nou, stel dat dat zou leiden tot preventief toezicht, zoals dat dan heet. Dat betekent dat je eigenlijk je sturing zelf kwijt bent over je begroting. Dus dan bepaalt de provincie hoeveel belastingen er omhoog gaat en welke uitgaven zelf niet gedaan mogen worden. Dan ben je eigenlijk niet meer aan zet. Hmm. Wat we nu aan het doen zijn, is dat er straks een handelingsperspectief ligt. Ja. En dat handelingsperspectief is eigenlijk het antwoord op de vraag, hoe krijg je de stad die nu uit balans is, dus te weinig mensen die de voorzieningen kunnen betalen en te veel mensen eigenlijk die beroep doen op die voorzieningen. Dus daarmee raak je uit balans. En het handelingsperspectief, waar we dat dus nu, dat gaat ergens juni, ergens verschijnen, zeg maar. Daar moet de gemeenteraad natuurlijk over praten. Dat geeft het antwoord op de vraag, althans, dus dat hopen we natuurlijk. Ja. Hoe breng je nou weer die stad in balans? Dus hoe krijg je nou de mensen in deze stad die wel in staat zijn om die voorzieningen te betalen? En daar moet je waarschijnlijk bepaalde investeringen voor doen. Dat kan, misschien is het wel sport. Misschien moet je dan wel investeren in een kunstgrasveld. Maar ja, misschien is het wel cultuur. Ja, dan moet je investeren in cultuur. Misschien moet je investeren in de binnenstad. Weet je, daar zul je keuzes in moeten maken. Eén ding is zeker, je kan niet overal meer op investeren met deze financiële situatie. Nee. Gaat echt niet. Daar heb je te weinig geld voor. Ja, dus je moet keuzes maken en je moet duidelijk maken, ook aan iedereen, Tiel is van dit. Dit vinden wij belangrijk. Hier investeren wij dus op en dat houdt automatisch in dat we op andere dossiers of andere dingen minder gaan investeren. En dat is over het algemeen ook geen leuke boodschap. Behalve dan voor degenen die bij de goede kant van die investeringen zitten, maar wel een heldere boodschap. En nu zeg ik wel eens, we zijn een stad van alles, maar ja, wat zijn we dan eigenlijk? Ja. Wat zijn we? Als je een stad bent van alles. Maar als je alles moet betalen, dat is ook bij jou thuis, als je alles moet betalen en je wil van alles wezen, dan ga je merken dat je dat niet kan. Nee. Dus zul je keuzes moeten maken. Nou, we gaan jou daar dan veel succes mee wensen. Laatste vraag. Vind je nog leuk als wethouder financiën? Ja, je stelt die vraag constant. Op een gegeven moment denk ik, waarom doe je dat eigenlijk? Nou, vind je het eigenlijk wel leuk om reporter te wezen? Dan zit ik wel eens af te vragen. Ik kijk wel eens zo naar die koetshuis in me af te vragen. Van, vind jij het nou eigenlijk wel leuk? Ik vind het wel leuk als wethouder. Dat is heel erg afhankelijk van de reden die tegenover me zitten. Dan kan je vertellen dat het af en toe wel eens een keer pittig is. Ja, zeker. Ja, als ik eerlijk ben. Dit werk is pittig. Ik kan wel nu tevreden terugkijken op, oké, waar staan we nu? Mm-hmm. En dat betekent dat ik het nog steeds hartstikke leuk vind. En iedere keer als jij die vraag weer gaat stellen, ga ik toch met creatieve antwoorden komen. Nou, dan zeg ik dat je dat vooral vol moet houden. Ja. Hey, mag ik jou danken voor het gesprek? Ja, dankjewel. Tot zover deze aflevering van het Koetshuis. We zijn er volgende week weer. Graag tot dan.